Deze beschouwing die gaat over narcisme. Ik heb er eentje gehouden over inlevingsvermogen en in feite gaat deze daar dan ook over. Maar ik heb het dan gekozen om nu te hebben over narcisme in die zin dat ik ben de laatste tijd ja, had ik gesprekken met mensen en die kwamen weer met die term. Er was nou iemand, was, was op mijn werk. Wat ze zei, ja, het verschil tussen een autist en een narcist is dat een autist niet zo goed in staat is om voor zichzelf te zorgen als dat een narcist dat is. Dus een narcist die kan beter voor zichzelf zorgen, is, heeft meer intellect dan een autist. Maar voor de rest zijn ze hetzelfde in die zin dat ze geen rekening houden met mensen in hun omgeving. Ik, ik pak even mijn kopje thee erbij. En die persoon die dat tegen mij zei, die werkt in de. Ja, met, met mentaal beperkte mensen. Die heeft ook een opleiding gehad. Ik neem aan dat zij dit uh, ja, zo geleerd heeft op school. Oh, ik heb allemaal theeblaadjes in mijn thee, zeg. Even een beetje klotsen. Oh jee, paniek in de disco. Nou, zelfs goed. Hoor. En. Ik moest eventjes nadenken over wat zij zei. Ik denk dat ze gelijk heeft. Dat ze gelijk heeft in die zin dat er mensen zijn en die houden geen rekening met een ander. Althans, dat blijkt niet uit het gedrag. En. Nou, binnen die groep die geen rekening houdt met een ander, heb je dan nog als variant dat ze wel goed voor zichzelf kunnen zorgen, of dat ze dat ook niet doen? Rekening houden met een ander, dat begint met intellect. Je kan zeggen, rekening houden begint met rekenvermogen. Als je niet kan rekenen, ja, hoe kan je dan rekening houden met een ander? Ik, iemand die mij uitmaakte voor een narcist, die heeft mij een aantal keren dingen geflikt, jongen. En die hield helemaal geen rekening met mij. Dan vroeg die dingen aan mij. Van, ik had een auto in die dagen. En uh, kan jij dan even dit en dat uh, even voor mij regelen? Je hebt toch een auto? Ja, dat is allemaal best. Maar uh, dat kost mij tijd. En dat iemand dan zegt: Nou, dan betaal ik de benzine. Of zo, ja, maar die benzine van die auto, dat, dat is maar een deel van de kosten. Punt 1. En punt 2, uh, ja, het kost mij tijd. En omdat ik een auto heb, ben ik dan de bok. Want die mensen die dan geen auto hebben, ja, die, die kosten dus ook geen tijd dat ze met de auto moeten verschijnen, want ze hebben geen auto. Ja? Kijk, daar, daar zit dat rekenen. ...ding in. Ja, dus als je iemand... ...vraagt om jou te helpen... ...met weet ik wel wat... ...en die moet een middagje langskomen met zijn auto... ...en je geeft hem een vergoeding voor de benzine... ...dan heb je dus niet alles vergoed. Want die persoon heeft een auto... ...en die wordt wel vaker gevraagd door iemand... ...die dan zegt, oh je hebt toch een auto... ...dan nou, kan je dan even langskomen. Ja, het is niet de taak van zo iemand... ...om iedereen in zijn omgeving te voorzien van een auto. Omdat hij een auto heeft... Die auto die kost die man of vrouw geld. Nou, dat moet je dan vergoeden. Dus je zou moeten zeggen als je iemand uh, vraagt om voor jou te rijden, dat je dan zegt van nou, de overheid die rekent 20 cent per kilometer, maar de overheid is een kniepert. Dus ik geef jou 30 cent per kilometer. Huh? Dus als iemand jou dan uh, vanuit Arnhem naar Almere rijdt... en weer terug, dat is bij elkaar 200 kilometer... dan geven ze iemand 60 euro. Alsjeblieft. Hey, dan ben je aan het rekenen. En dan hou je rekening met een ander. Tenzij het zo is dat die ander... die heeft dan een auto, maar jij hebt een grasmaaier, en en Af en toe leen jij, maak jij gebruik van zijn auto. En af en toe maakt hij gebruik van jouw grasmaaier. Dat, dat is dan weer wat anders. Maar dan staat er wat tegenover. Maar ik ken nogal wat mensen die geen auto tot hun beschikking hadden. En die kenden mij dan. En die zeiden: van Oh, heb jij, toch, oh heb jij een auto? Ja, ik nee, komend weekend. Ja, ik zit echt heel erg omhoog. En ik dacht: Kan jij dan even komen? Dat heb ik vaak gedaan hoor. En voor noppen. Je mocht blij zijn als je een paar euro kreeg voor de benzinekosten. En zo was deze man ook naar mij toe. Hè? En toen was er een keer dat ik hem geholpen. Dat was, dat was toevallig was dat ook heen en weer naar Almere. Nou, Dan uh, heeft hij niet eens de benzinekosten betaald. Eikel. En toen ik hem erop attendeerde, hè, werd hij nog kwaad ook. En de laatste keer, toen, toen wilde hij geld van me lenen, en hij had al van me geleend. En hij had dat accufietje van je, een keertje naar Almere en weer rijden, waar hij niks voor betaald had. En dan wilde hij geld van me lenen. En hij had het dus al geleend, dus hij stond al open. Ja, niet een megabedrag, maar ja, dan nog. Het is wel mijn geld en zoveel geld heb ik niet. En hij wilde niet een tientje lenen, en dan zeg ik nou, is best. Zeg maar, dan wil ik wel een handtekening van je dat je het geleend hebt. Zodat ik het terugkrijg. Dat toen werd hij kwaas, jongen. Nou, inmiddels, uh, hij heeft dat tientje dus van me geleend. En dat tientje en die vijf euro die hij daarvoor had geleend, uh, die krijg ik allebei niet terug. Ik zou hem kunnen bellen, maar ik weet al hoe de gesprek loopt. Dan wordt hij kwaad, dan gaat hij zeggen dat ik lieg. En, uh, en dan ben ik een narcist. Ja, dat gaat dus met die... En hij is dus de narcist. Dat, kan je, dat snap je dan nu hopelijk wel. Hij houdt geen rekening met een ander en hij kan prima voor zichzelf zorgen. Hij maakt misbruik van andere mensen en zo zorgt hij voor zichzelf. Hij had het de laatste over dat hij van plan was om te gaan verhuizen vanuit Arnhem naar Nijmegen. En het verhaal erbij was dat hij had ooit in Nijmegen gewoond en dat was toch wel een hele leuke tijd. En daar woonden toch echt veel aardiger mensen dan in Arnhem. En ik dacht toen: van nee jongen, jij hebt hier in Arnhem heb je het zo verbruikt bij Jan en Alleman. Dat mensen zien je aankomen. En dus ga jij verkassen naar Nijmegen. En, en... Want daar kennen ze je niet. En hij heeft een vlotte babbel en hij ziet er goed uit. Zielige man, hoor. En zo zijn er veel mensen in deze samenleving die er geen rekening houden met een ander. en met die mensen kan je maar beter niet omgaan. Het is jammer maar helaas. Ik had laatst, dat was van de week, het was op mijn werk. En we waren ergens, er is een eindje hier van het centrum vandaan. En daar was een, een cursus. En ze pokken en fietsen. Ik heb dat al een keer op de fiets gedaan, maar dat was me echt te ver. Dus ik had de Clio geregeld. En ik in de Clio daar naartoe. Nou, die cursus was zeker leuk. En die vent die had ik een keer eerder gezien bij een andere. Een dag of zo, opleidingsding. Dan maak ik een praatje. En toen waren we klaar. En toen zei hij van, ja, kan ik met jou dan uh, terugrijden naar uh, Arnhem? Ik zei, ja, dat kan wel. Ik zeg, het punt is... Uh, ja, ik, ik zet hem dan terug... Bij uh, Wim. Hè? Wim Kruidertuin. Dat is van mij vandaan een half uur lopen. Dus ik moet een half uur lopen. En dan in de Clio. En dan nog een eindje tuffen. En dan ben ik dan daar. En als ik weer terug ga. Dus, uh, Terugtuffen naar Wim. Daar neerzetten. En dan een half uur lopen naar huis. Dus ik zei tegen hem. Ja het kan wel. Ik zei. Maar je moet wel lopen naar het centrum. Ik moet dat ook. Nou, en toen uh, zei hij van ja, dat is goed. Nou, dan kan je meerijden. Op zich heb ik er helemaal geen zin in. Natuurlijk, ik ben niet zo'n kletskous en, uh, ik ben gesteld op mijn rust en op mijn eenzaamheid, zeg maar. Ja. Maar. Het was echt in the middle of nowhere en ja, de bus gaat er maar één keer in het uur. En... Nou, dan mag hij wat mij betreft wel even meerijden. En die man, de kletsen, de kletsen, de kletsen. Hierover beginnen en daarover beginnen. en, en Ik maar antwoord geven. Dan zijn we vlak bij Arnhem en dan begint hij zo van... Ja, uh, waar ga je me afzetten dan? Ik zeg nou, uh, daar en daar. Oeh. Ja, ze is ongeveer een uh, half uur lopen. Ze is voor mij ook hoor. Ja, ja. Nou, en toen kwam hij van: Ja, maar uh, je kan me toch wel afzetten bij het station. En dan rij jij terug naar uh, waar jij de auto moet parkeren. En dan ga jij een half uur lopen naar huis. Dan hoef je alleen maar jij een half uur naar huis te lopen. En dan hoef ik niet te lopen. En toen dacht ik, oh, ben je er zo een? Ja, ja. Dus dan moet ik het centrum inrijden met die auto. Nou, het was het einde van de dag. Dus dat, de, dat was lekker druk, weet je wel. En dan moet ik bij het station maar eens zien uit te komen waar ik hem handig afzet. En dan moet ik nog terug zien te rijden naar Wim Kruidentuin. Dat betekent dat met, met dat eenrichtingsverkeer toestanden. Ik moet een hele grote omweg maken. Ik weet precies hoe ik moet rijden. Daar niet van. Maar dat gaat niet zomaar. Dat is een heel gedoe. Dus dat kost mij uh, minimaal een kwartier extra aan autorijden. Plus zoveel kilometer extra. En die gaan in het boekje. Het zal niet zo heel veel zijn, maar toch dat is extra kilometers. En ik kan dus zonder meer een half uur naar huis lopen. En hij zit dan fijn, uh, lekker op het station, zodat hij, uh, nou, hoeft mensen niet zo ver te lopen. Want uh, ik heb hem laten brengen, hoor. Denk ja, ja, wint er zo mee. Nou, ja, toen zei ik tegen hem van, nee, dat gaat hem niet worden. Want hij had het over de apeldoornse weg. ja, de apeldoornse weg, die hebben ze opengebroken. Dat is ook zo. Die is opengebroken hoor. Nou had hij nog kunnen zeggen: Ja, maar ik ga toch over de Velperweg. <laughs> ja, maar daar had ik dus geen zin in. En die man mocht meerijden en dan zet ik hem af. Als ik klaar ben. Ja? En ik loop naar huis en hij loopt naar het station en ik moet verder lopen dan hij. Niet heel veel verder, maar ik moet wel even een stukje verder lopen. Ik moet tien minuten verder lopen dan hij. Het is wel geteld, ik moet een half uur lopen en hij moet twintig minuten lopen. Dat komt op neer. Ja. Nou, dat was het aanbod. En daaraan lopen Friemelen. Nou, dan waren we dan bij een plek vlak bij Wim. Want Wim woont in een woonwijk natuurlijk. En in die woonwijk, eh, ja, hij had wel helemaal mee kunnen rijden tot waar ik die auto parkeer. Maar punt één, ik had geen zin om met die vent ook nog terug te lopen. Dat is open te kletsen. ik. Denk, ik denk, kom mooi uit. Ik zet hem af aan die doorgaande weg. Dan kan hij in één keer doorlopen. Die, die weg hoef je alleen maar uit te lopen bij een centrum. Klaar. Hoef je niet linksaf, rechtsaf door die woonwijk. Hè? En toen had ik die auto aan de... Rechter. Ik had tegen hem gezegd, nou, dan zet ik je daar, zet ik je eraf. En had ik had die auto aan de rechterkant van de weg gezet. Zit hij tegen mij, ja, ja... Deze weg, ja, maar ja, ja, welke kant ga jij dan op? Ik zei, nou, ik ga dan naar links. Naar ja? die woonwijk waar Wim woont. Ja, ja, maar uh, dan, dan kom je toch bij de, die en die weg. Kan je me daar niet afzetten dan? Ik zeg, nee, daar kom ik niet. Want Wim woont niet aan die weg. Die woont daar halverwege. Is de vent ook nog in staat om te zeggen van, ja, maar. Uh, je kan je toch wel eventjes doorrijden dan? Om een lang verhaal kort te maken. Met al dat geoude hoeren wat hij hield in de auto. Inmiddels kwam lijn 3, de buslijn, de trolley, die kwam eraan rijden. En ja, waar ik hem uit liet stappen, dat was uh, 20 meter van de bushalte. Als die man niet zo had lopen, ouwe hoeren. maar gelijk tegen mij had gezegd: Nou, Perry, hartstikke bedankt dat je me af hebt gezet hier uh, vlakbij het centrum van Arnhem. Het is maar 20 minuten lopen nou. Dat is toch beter dan een uur lang wachten op de bus en dan nog een half uur in de bus zitten? Je hebt me toch eventjes drie kwartier extra tijd opgeleverd. Als hij gelijk weg was gegaan, dan had hij bij de bushalte gestaan dat hij gelijk in kon stappen. Had hij niet eens hoeven lopen naar het centrum. Maar hij zat dus bij mij te zeuren in de auto en toen kwam die bus er aan rijden. Toen, oh, dit is de bus, oh, Dit is de bus. Oh, nou, dan ga ik snel naar de bus. Hij heeft niet eens dankjewel gezegd. Ik moet naar de bus. Kijk, die mensen, dat, dat zijn narcisten. In, in die zin dat ze prima voor zichzelf kunnen zorgen. En ze houden geen rekening met een ander. Als we dat even nemen als uitgangspunt, als definitie. Ja, dat, dat is, dat, dat heb je hier te maken met een narcist? En ik, ja, zo iemand mag wel met mij meerijden. En ik zet hem af. Dat kost me toch ook nog even tijd. Anders was ik in één keer doorgereden. Maar goed, ik zet hem even af. En dat is het. Ik ga niet naar een station rijden voor zo iemand. En dan nog helemaal terug naar Wim. En dan ik vervolgens een half uur lopen naar huis. En gaat er weg. Dat moet je niet doen. En bedenk goed dat die mensen die zo zijn, die, die zijn er heel erg goed in om zich in eerste instantie voor te doen als ja, heel aandachtig en uh, heel bijzonder. Uh, dat je denkt: oh, een leuke iemand. Maar ze zijn ze niet. Het zijn gebaartjes. Dat zijn methodieken, zo je wil. Dat zijn trucjes, kan je het ook noemen. En in je gedrag met andere mensen goed opletten. Zeker als je iemand nog maar net hebt leren kennen... Houd die ander rekening met jou. Maar deze man deed dat niet. Met die liften. En die andere man. Uh... die ik dan ook met de auto had geholpen met dingen. Ja, ook niet. Hè? Iemand die zich dan voordoet als je vriend. en ook dingen zegt als. ja, we zijn toch vrienden. en vrienden die doen dat soort dingen voor elkaar. dat je het bijna, bijna nog wat voor hem moet gaan doen uit een soort van schuldgevoel. Van ja, we zijn toch vrienden? En dan hoort dat. Want anders ben je geen vriend. En dan ben jij, dan ben jij weer de bok. Goed opletten met andere mensen. Hoe, hoe die met jou omgaan. En mijt contact met die laar. Ik ken ook iemand, het is een vrouw, en die had ik ooit wat beloofd, en daar heeft ze me aan gehouden. Nou, dat vind ik oké, okay, want ik had het beloofd. En zij had zoiets van: ja, maar als je me dat belooft, dan wil ik ook graag dat je dan ook nog dat en dat doet. Ja, maar dat had ik niet beloofd. Maar ik had het ene beloofd. En ja, als ze daarvan gebruik wilde maken, dan zou ik toch ook dat andere moeten doen. Of zoiets. Een beetje een beetje ingewikkeld verhaal. Dat ik nou oké. Okay. Toen moest ik haar ophalen met de auto. En die dacht dat zij dat wilde. Ik had nog tegen haar gezegd: van, ja, kon ik dat een beetje van tevoren aan zodat, zodat ik daar rekening mee kon houden. En dan belt ze me dan één dag, twee dagen van tevoren, belt ze me op. Ja, kan je me dan en dan opkomen halen. En dan had ik de weersverwachting gezien en tegen haar gezegd van nou. Uh, de dag daarna liever. Want dat wordt een partij sneeuw die eraan komt, dat is niet leuk. Dat is code geel, oranje, rood of zo. Ging ze moeilijk doen? Ja, maar ik hou het hier geen dag langer uit en ik moet dinsdag worden opgehaald en woensdag nou, dat trek ik niet Want het is nu al maandag en oh, ik zit op. Nou, ik moest dus dinsdag. Nou, 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 nou. Ritmen. De heenreis was een ramp op de snelweg. 30, 40 km per uur rijden. Dus het duurde mega lang voordat ik daar was. Nou, dan nog helemaal terug. Ik moest vlak bij Maastricht moest ik erop halen. Een pokken en draai ook. <coughs> dan kwamen we in Arnhem. Gewoon was de plek waar zij woonde, daar kon je niet in. Vanwege de sneeuw. Nou, toen moesten we de auto parkeren in de buurt van mijn woning. <coughs> en dan de volgende ochtend ging ik de auto halen. Dan zei ik, had tegen haar gezegd: Ja, loop gelijk mee. Weet je? Pak je spullen en dan lopen we naar de auto. En dan breng ik je naar je woning. Had me dan geen zin in. Want toen moesten we lopen naar de auto. Zeiden ze: Nee, nou, als jij nou gaat, dan haal jij de auto en dan. Uh, en dan, dan kan ik hier bij de voordeur instappen. Dat vind ik toch handiger. Ja ja. Nou toen kwam ik dus aan en ik aangebeld toen ik wegging tegen haar nog gezegd van nou uh, eh, ik ben er over zoveel minuten met de auto en dan bel ik aan dan moet jij naar beneden komen. Kwam ze niet. Inmiddels handhaving erbij. Die vrolijke jonge mensen. Heel hoe mag je niet parkeren. Ik zei: Nee, dat weet ik. Ik Maar ik sta te wachten op mijn vriendin. Die komt eraan. En ik ben zo weg. Handhaving had ik al. Dingelingeling. Hoe leuk is dat. En ik naar boven. Had ze zitten blown. Oh, is: Ik ben zo stoot. langzaam, jongen. Handschoentjes aantrekken. Dan kreeg ze de rits niet dicht van die jas. Dan de handschoentjes weer uit. En dan frotten aan die rits. En dan de handschoentjes weer aan. En toen kreeg ze de sjaal niet om. En dan de handschoentjes weer uit. En dan. Oh man. En ik stond met die auto voor de deur. Ik schiet er eens op, met. Nou, zaten we in de auto uiteindelijk, na veel vijf en Ja. Komen we daar aan. En zij woont bij het Rijksinstituut voor Begeleid Wonen. Nou, we gaan dan naar binnen. En zij heeft dan een, uh, een schouder en die doet het niet. En ik moest dan de zware koffers en tassen. En we hadden, ze hadden nogal wat rotzooi mee. Die moest ik dan schouwen En de lift was ook nog een keer kapot. Ahem, dat is even lekker leuk. Dus ik kon, ik weet niet hoeveel trappen op met al die zware dingen. En zij kon dan niet helpen sjouwen, want de ene schouder was uit te komen. Maar ja, de andere schouder deed het natuurlijk wel. Dus we konden wel samen. Uh, ik had een zware koffer in mijn eentje. Of uh, ik pak hem bij de rolwieltjes en zij pakt hem bij het handvat. Dat zijn allemaal van die loopkoffers, hè? van die, die rammeldingen. Dat kan je ook met z'n tweeën doen. Nou, 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 nou. En zij was dan aangekomen in die woning en het eerste wat ze deden was... ...zag ze allemaal mensen, want ze was een paar dagen weg geweest. Nou, een paar dagen, een paar weken. En, oh, die, oh, praatje maken. Oh, die, oh, praatje maken. Oh, die, oh, praatje maken. Ja, en ik was maar bezig, want die auto, die moest de stad uit. Want je mag maar zo lang met een auto in de stad hier in Arnhem. En dat ding moest ook terug naar Wim Kruidentuin. Die zou de dag daarvoor al terug zijn gegaan naar Wim, maar vanwege die sneeuwtoestand kon dat dus niet. Als ik moest me opschieten met die koffers, nou, al die koffers naar boven gebracht. Zelfs de handtas. Die lag nog op de, uh, op de bijrijderstoel. Dus voor die handtas kwam nog meer de trap op. En hoe dat nou ging. Het... Ik had het laatste dingetje had ik naar binnen gebracht. Zij zou naar buiten komen, want we zouden. Weet ik wel wat. Ja, zij zou mij vertellen hoe ik de stad uitkwam. Want het is zo'n parkeergebied dingen, dus autovrije zone. En ja, hoe moet je eruit? Dan nou, zei ze. Dan, uh, dat ga ik jou vertellen. Ik zei, nou, alles was boven. Ik zei, nou, ik ga naar die auto toe. Want die mag er helemaal niet staan. Hè? Ik ga naar die auto toe. Kom jij naar beneden om mij te vertellen hoe ik de stad uit moet? Het centrum uit moet. Ja, ik kom eraan. Ja, niet tussen. Helemaal niet, man. Ja, stond ik daar dinsdagochtend, woensdagochtend. Met mijn mooie gedrag, met een auto in het centrum van Arnhem. En hoe moest ik eruit? Ja. Ja, waren er waren gelukkig wat uh, buurlanders, die waren bezig met een horecabedrijfje om het sneeuw uh, op te ruimen. Ja. En dan die jongens gevraagd. En die zeiden van, ja, ah, waar sta je dan met je auto? Ik zei, nou, daar en daar. Oh, ja, dan moet je daar, en dan moet je daar de hoek om en rij je door. En dan moet je daar naar links en, loo, 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 en dan zie je het wel. zei, dus ja, oké, okay, dankjewel. En van haar dus uh, ja, niks meer, gewoon klaar. Als geen rekening houden met een ander. En dan belde ze me laatst op. En zei ze zei: Ja, dat. Uh, we zien elkaar helemaal niet meer. En ik dacht: van, uh, Nou, uh, maar laten we afspreken. Ze zei: Nou, ze dat, uh, als je zin hebt, dan kom een keertje langs. Wel, ik vind dat verder wel aardig hoor. Zo kan je een keertje langs komen als ik vrij heb. Ja, maar wanneer ben je dan vrij? Nou heb ik dat netjes doorgegeven. Heb ik haar een Facebook berichtje? Moest ik op Facebook doen? Ja, doe het via Facebook. Ja, dat is goed joh. is dus op Facebook gezet van dan en dan ben ik vrij. Dan kan je langskomen. Met niks meer gehoord. Vind ik best. Ik bel haar ook niet. Ik zoek geen contact met haar. Ja, wat heb je eraan? Er zijn mensen die geen rekening houden met jou. Wat moet je ermee? En zo zijn er meer mensen hoor, ook in mijn familie. Dat ik denk: van ja, wat moet ik met jou? Je houdt geen rekening met mij. Dus en omdat. Ik ben ook een mens. Ja, ja maar Perry, het is toch wel je familie en. Uh... Ja, dat en dat. En uh, ja, dan moet je er wel een beetje rekening mee houden. Uh, sorry, rekening houden? Rekening houden met iemand die geen rekening houdt met mij? Omdat het familie is? Waarom? Ik, ik pest die mensen niet. Uh, ik laat ze links liggen. Dat nou, was laatst bij een of andere familie aangelegenheid... waar ik niet eens zo gek veel zin in had... maar waar ik dan toch naartoe ben gegaan voor de lieve orde. De lieve vrede, de goede orde. En toen ging ik weg en toen zei iemand anders... van hé, hey, die en die heb je helemaal geen gedag gezegd. Toen je wegging. En toen dacht ik, oh, flippen. Ja, straal vergeten. Maar ik snap wel waarom. Want ik ben helemaal niet bezig in gedachten met die persoon. Want die persoon is in gedachten helemaal niet bezig met mij. Ja, dan verdwijn je ook bij mij uit mijn blikveld. Snap je? En dan die andere persoon tegen mij. Nou, maar ik vind het uh, wel erg onbeleefd hoor. Dat jij dan weggaat. En dan heb je geen gedachten gezegd. Nou, uh, nou, ik vind wel dat je haar moet bellen. En dat je je excuses aan moet bieden, dan denk ik, nou, dat zeg jij. Ja. Ja, ik zeg dat ik dat niet hoef. Die persoon denkt helemaal niet om mij, dus uh, waar zal ik me druk over maken? En je kan je wel inspannen voor zo iemand. En dat heb ik ook wel gedaan. Allemaal dingen voor haar gedaan. Maar wat komt er dan terug? Niet veel hoor. Ja, die persoon heeft bijvoorbeeld geen auto. Dus ja, dat kan je al niet vragen aan die persoon. En ik had dan in die dagen wel een auto, dus ja. Dan werd ik door haar gebeld. Ja, kan je dan uh, met de auto? Uh? Ik dacht, uh, ja, je hebt toch een auto? Dan kan jij toch even met de auto? Ik heb er heel wat kilometers in de ronde gereden. Als zo iemand heeft dan uh, zoiets van, nou, het is toch familie? Dus dan hoort dat. Nou, ik vind van niet. Ook al is het familie, uh, dan nog hoort het van twee kanten te komen. En het breekpunt tussen mij en haar dat was het feit dat ze mij op een dag uh, stond uit te schelden. En daarna nog een keer, en daarna nog een keer. En toen dacht ik uh, drie keer een scheepsrecht: ja, Ik voor jou klaarstaan en dingen voor je doen. Contraprestaties zijn er niet of nauwelijks. En dan ook nog een grote mond. Ik, ja, nu zijn we er klaar mee. En ik vertel dit soort verhalen hè, omdat ik. Uh, omdat ik zie dat het in de samenleving. Uh, zo goed als epidemisch is: dat mensen geen rekening houden met een ander. Bijvoorbeeld na de scheiding uh, ben ik dan verhuisd naar dit fletje. Het uh, is best een leuk fletje, klaag verder niet. En ik heb het gekozen omdat mijn dochter. Die was toen tien met die scheiding. En ik wilde rekening houden met de hele situatie en dan niet te ver van de, van de moeder gaan wonen. Zodat het kind op de fiets naar mij makkelijk naar mij toe kon. Ik kon zelfs lopend naar me toe. Twintig minuten lopen of zo. En daarom woon ik hier. Nou, en wat blijkt dan? Ik woon dan vlak bij de Eusebiuskerk. Dat is in het centrum van Arnhem. Dat de gemeente die organiseert hier uh, oetje, 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 oetje feesten. van die keiharde house muziek en ellende, man. Dan hebben ze weer de nationale sportevenementen dag. En dan met luidsprekers en dan een hijsa jongen. Ja, was, mijn moeder was er een keer bij mij met een man. En er was weer zo uh, twee weekenden achter elkaar, die ongelofelijke herrie uh, bij mij in, in de buurt. En ik zei er dus wat van tegen mijn moeder. En toen zei mijn moeder: doodleuk. Nou, als jou het dan niet bevalt, dan ga je toch verhuizen. En ik had dan weer van opmerking: verhuizen waar naartoe? Hoe moet ik dat doen? Waar haal ik punt 1 het geld vandaan? Dat groeit me ook niet op de rug. En waar moet ik dan naartoe? Ik heb een half jaar op de bank moeten slapen. van het huis wat op mijn naam stond. omdat die vrouw zo graag wilde scheiden. en ik kon geen andere woning krijgen. Je hebt niet zomaar een flesje, een dingetje hier in Arnhem. Op loopafstand van de Spijkerbeurt, een hele gewilde buurt. En in de Spijkerbeurt zelf, ja, ga er weg. Daar is niet te betalen, man. Dit was in die zin een lot uit de loterij. Half jaar heb ik moeten wachten. Snap je? Oh, mijn moeder, zegt, oh, ga toch verhuizen. Je moet niet zo zeuren. Kijk, mijn moeder die woont in Almere. Die, die woont in zo'n lekkere rustige wijk. Met allemaal andere bejaarden. Ze heeft een voortuin en een achtertuin. En het centrum is op 10 minuten fietsen afstand. En ze kan ook de bus pakken. En, ja, die heeft er nergens last van. Ik zou haar wel eens willen horen piepen als zij hier zou wonen. Dan ga je maar aan staan. Afgelopen Koningsdag. Dat is twee avonden achter elkaar. Hè? De eerste avond dat ging door tot half één s'nachts. Dat begint vijf uur s middags en gaat door tot half één. Dus alles bij elkaar is dat uh, vijf is minus 5 tot en met 12, de 12 min 5. Dat is 7 uh, uur, plus een half uur daarna nog, is 7 en een half uur. En dan heb ik het over kopjes die rinkelen in de kasten: kopjes, schoteltjes, glazen, borden. Ongelofelijke bassen. En van de muziek, ja je doet alle ramen dicht. Ik heb dubbel glas, maar ja je doet alle ramen maar dicht, terwijl het lekker weer is. En, en de voorafgaande jaren, als het dan weer zo bond was, dan verliet ik mijn woning uit arme en ging ik naar het café. Maar ja, ik ben in maart/april dit jaar gestopt met suipen. Wat moet ik dan in de kroeg doen? Dat heeft dan weinig zin meer. Dus dan zit je hier maar thuis. En ik heb nu een nieuwe baan. En, en mijn moeder weet dat. Uh, ze belt niet eens. Om te vragen van uh, hoe gaat het? Normaal niet. Zij heeft twee schoonzussen, zusters van mijn vader. Nou, die zijn geïnteresseerd. Nou, die bellen ook niet elke week, dat hoeft ook helemaal niet. Maar... maar daar krijg ik dan wel een mailtje van, of een Facebookje, of ze bellen even. En dan zit ik rustig een half uur met zo'n uh, tante aan de lijn. Uh, die willen wel weten hoe het gaat. Mijn moeder niet. En terwijl toch het werk wat ik nu doe en de geestelijk, uh, lichamelijk... Uh, ja, mensen met een beperking... En, uh, dat is toch heel nieuw voor mij. Dan ben je toch benieuwd hoe het gaat, of niet? Maar mijn moeder niet. En dan denk ik, nou ja, dan niet. Moet ik me er druk over maken? Ja, ja dat doe ik wel in die zin dat ik het niet leuk vind. Want dat ik dan denk aan al die aandacht en tijd en zo, die ik gestoken heb in haar en het begrip wat ik heb getoond en Dan denk ik ja. Het is een, uh, een balans die ligt scheef of zo. En het is dan je moeder. Ja, die heeft je gebaard. En nou, ze heeft toch. Nou, in praktische zin echt wel voor mij en mijn zus gezorgd. Maar niet in, in warme, liefdevolle zin. No way. Mijn moeder heeft zich nooit verdiept in wat ik nou eigenlijk wilde en wat voor soort mens ik was. En... Ze heeft dan een keer tegen mij gezegd: Van uh... ja, toen jij zes was en je had een bibliotheekpas, toen kwam jij van de bibliotheek met allemaal uh, hele ingewikkelde boeken. En dat vond ik eng. Dan werd ik een beetje bang van jou. Maar ja. Nee, dat hoor je graag als kind, dat je moeder bang is voor je. Hoe verslaat het op? Of anders gezegd, mijn moeder heeft geen inlevingsvermogen en is prima in staat om voor zichzelf te zorgen. Maar ze heeft nou een man. Zo'n tijdje hoor, meer, 13 jaar of zo. Nou, die schijnt heel tevreden te zijn. Tenminste, laatst pak ik hem. En, maar ik zie ook andere dingen aan zijn hoofd en dat ik denk van nou ben jij wel zo blij. Oh, ze zijn allebei nu ver in de 70. Dus ja, dit was de finale, definitieve relatie die ze beiden ooit maar gaan hebben. Dus een, een nieuwe start zit er voor hun beiden niet in. Dus hij houdt maar vol, denk ik. En in die zin heb ik wel medelijden met hem. Hij zei ook een keer tegen mij: van ja. Yeah, Af en toe kan jouw moeder zo uit de hoek komen. En dan is ze zo. Uh... Ja. Oh, dat is niet makkelijk. Waarop ik dacht: van Ja, dat kan ik me voorstellen. Want zo ken ik mijn moeder. Het was ook een keer op een verjaardag van haar. Ik zat op de grond in kleermakerszit. En mijn moeder komt de kamer binnen wandelen vanuit de keuken en die kijkt mij bovenop mijn hoofd. En die roept heel hard door de woonkamer: Perry, jij wordt kaal. Dan denk je, ja, wat is dat nou weer van een opmerking? Ik laat me even een pauze vallen, hoor. maar dat soort dingen zijn niet zo leuk, snap je? En dat doet ze tegen hem ook. En zo weet ik uh, dat hij van de huisarts heeft te horen gekregen. dat hij tijdens het urineren. Dat hij moet zitten op het toilet. en niet staand moet plassen. Ja, dat heeft mijn moeder uh, mij duidelijk gemaakt. en niet alleen aan mij, nee, aan iedereen in de woonkamer die er op dat moment was. Het was ook een of andere verjaardag. En mijn moeder vond het echt om je te bescheuren zo een leuk verhaal. De man was naar de dokter geweest. en nou, uh, voortouw moest hij zitten plassen. net als een meisje. En die man die zit er maar een beetje naast. Uh, als een boer met kiespijn. te lachen. Ja, ja, leuk hè. Dan hou je toch geen rekening met een ander. Hè? zoals mijn moeder op dat moment doet. Dat is gewoon niet. Een andere keer liet ze mijn moeder zich ontvallen naar mijn zus toe over die man van haar. Nou, ik denk dat die seniel is. Ik vind dat je dat soort dingen niet hoort zeggen. Absoluut onvriendelijk. En in mijn omgang met mijn moeder ja, hou ik daar rekening mee, dat ze zo is. En ik verwacht niet van haar dat ze rekening houdt met een ander. En als ik dan haar moet ontmoeten, dan uh, bereid ik me daarop voor. Dat was een van de laatste keren dat ik daar was. Uh, dat mijn moeder die begon over iets in de politiek met transgenders of uh, whatever. En toen gaf ik mijn mening en toen viel ze me in de reden. Nou kortom, ik deed er een zwijgen maar toe. En eerlijk gezegd de laatste vier, vijf, zes keren dat ik bij mijn moeder was. Het enige wat ik doe is zwijgen. Ik laat haar uh, maar praten. En dat is het. Mijn mening, ik hou hem wel voor me. Ik kan hem wel vertellen, maar ik word gelijk in de reden gevallen. En in, in mensen in de reden gevallen, mensen in de reden vallen, dat is een vorm van agressie. Hè? Dan krijg, als ik wat zeg, dan krijg ik agressie over me heen. Nou, dan zeg ik gewoon niks. Dan krijg ik ook die agressie niet. Klaar. En ik geef dat even als voorbeeld voor jullie. Hè? Dat je hier uh, wat mee kan. Dat het dus helemaal niet zo gek is om, zelfs al gaat het om je moeder, om in te zien uh, dat iemand geen rekening houdt met jou. En dat hij dat ook niet gaat doen. En dat het geen enkele zin heeft om het je aan te trekken. En dat je een pad moet kiezen waarin jij. Uh... ...ja, echt zo min mogelijk last van heb. En that's it. En meer is er niet te doen voor jou. Je kan die mensen die dan... ...als narcist, als je dus dit even dan neemt als definitie... ...mensen die geen rekening houden met een ander... ...en wel goed voor zichzelf kunnen zorgen... Je kan, je kan die mensen dan dat ziektebeeld uh, uh, opgeven of zo. Hè? Een soort sticker. Ja. Of uh, je ziet in dat het hier gaat om ongelovige mensen, ongevoelige mensen. Mensen die niet leven, die wel eten, wel bewegen, wel van alles doen, maar ze leven niet. Van binnen zijn ze dood. Ze hebben dat contact niet met die ander. Ja, mijn moeder die zei ook een keer tegen mij: Van uh, ja, vaak heb jij een standpunt en daar ben je dan niet van af te brengen. En wat is dat voor een kritiek? Ik heb standpunten. En standpunten die voor mij belangrijk zijn, daar heb ik heel lang over nagedacht. En heus, ik heb me verdiept in allerlei contras en misschien's en twijfels. Dat heb ik allemaal overwogen en zo. En dan uiteindelijk blijft zo'n standpunt staan na 20, 30, 40 jaar beschouwingen. Ja, en als je daarna komt en iedereen denkt mij even op een ander standpunt te kunnen brengen, ja, dat doe we dan met een standpunt wat ik net sinds vorige week heb aangenomen. Maar niet met een standpunt wat ik al 30, 40 jaar mee aan het discussiëren ben met andere mensen. Neem zoiets als evolutietherapie. Evolutietheorie. Daar heb ik een standpunt over. Namelijk dat evolutietheorie. Dat, kan, uh, dat is geen theorie, want dat werkt niet in de praktijk. En iets wat niet werkt in de praktijk, dat is ook geen theorie. Dus het is evolutie-kleskoek. Evolutie-sprookje, dat mag je het noemen. Evolutie-sprookje, ja. Geschreven door Charles Darwin. Ja. En als jij uh, ja, er niet tegen kan dat ik niet van dat standpunt af te brengen ben... Nou, dan zou ik zeggen, begin er niet over. Dus het is aan jou de keus. Maar niet zoals mijn moeder, dan uh, zeggen we ja, dat vind ik helemaal niet aardig van jou. Daar heeft het geen donder mee te maken. Ja, het is niet dat ik overtuigd ben van het feit dat dat verhaal over evolutie, dat dat de kant nog wal raakt, omdat ik geen rekening houd met andere mensen. Nee, dat verhaal van die evolutie van Darwin, dat raakt kant nog wal. Punt. Het heeft niks te maken met respect voor andere mensen, ja of nee. Gaat er weer. Staat er een los Hoor Nou, ja, zo denk ik erover. <laughs> Ik ga me klaarmaken voor mijn mooie werk. En daar ga ik rekening houden met andere mensen. Ja. Dat ga ik doen. Dat doe ik als werk. Ja. Nou. En dan zeg ik tegen jullie, omdat ik rekening hou met jullie. Zeg <laughs> ik heel vriendelijk op zijn hamburs. Tjus. En dag lieverds.